Dag dames en heren en welkom in de Allianz Arena in München. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jurie Mulder. Dag Jurie. Hey Evert, leuk om hier te zijn. Fenomenaal mooi stadion. De wedstrijd vandaag gaat tussen Bayern München en Olympique de Marseille. Lewandowski is uitgegroeid tot een van de allerbeste spitsen in het hedendaagse voetbal. Wat zouden we van hem mogen verwachten vandaag? Nou, ik denk veel, Evert. Hij is niet voor niks een van de grootste talenten ter wereld. Ik ben een enorme fan van zijn spel. En hij kan zo goed voetballen dat er soms schitterend combinatiespel ontstaat tussen hem en zijn ploeggenoot. En hier zien we de beginopstelling van Bayern München. Deze trainer heeft gekozen voor een 4-3-3 systeem. Vind je dat opvallend? Nee, op zich niet. Kijk, het is een systeem dat veel wordt gehanteerd in het moderne voetbal. Ik ben vooral benieuwd naar de buitenspelers en of zij hun man voorbij kunnen komen. En natuurlijk wie de slag op het middenveld wint. Olympique Marseille gaat in deze opstelling van start. 4-5-1, ja, moet ik dan denken, jullie. Wat is dat? Nou, dit is een systeem om vooral de tegenstander te verdedigen. He, je houdt het op en hopen op een countertje. Ja, ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd. Deze Allianz Arena aan de noordkant van München is echt een schoolvoorbeeld van een modern, multifunctioneel stadion. Zeg het wel even, alleen al de manier waarop de bezoekersstromen in goede banen worden geleid. Dat is allemaal erg slim gedaan. En met deze aftrap van Bayern München is de wedstrijd officieel begonnen. Boateng. Laan. Müller. En Olympique Marseille versiert hier de inworp. Henry Bedimo. Diarra. Ik moet Bayern München trouwens nog bedanken namens alle commentatoren dat ze verhuisd zijn naar het Olympisch Stadion. Je zat daar namelijk mijlen ver van het veld weg met die sintelbaan ertussen. Hier in de Allianz Arena zitten we perfect, Evert. En ik vind de sfeer ook heel erg lekker. Diaby. Diarra. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Diaby. Voor dit duel draaien de spelers van Bayern München de hand natuurlijk niet om. Het zal geen enkel probleem zijn. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Komt daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en ja, dan krijgen we een corner. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. De hoekschop is slecht genomen. En de tegenstander is weg met de bal. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Wiedel! Ja! In het netje. Hij raakt de bal precies goed. Wat een supertrap zeg. Ja, voor de keeper was er niks te houden. De bal komt precies in de bovenhoek terecht. Ja, en de vraag is dan of hij dat zo bedoeld heeft.
Volgens mij niet. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Eerste goal van dit treffen. Correa. Diarra. Wie weet levert dit een kans op. Remy Cabella. Die bal is een prooi voor de keeper. Olympique Marseille krijgt een corner toegekend. Een slechte corner. De bal is weer bij de tegenpartij. Lewandowski. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Gaat dit hem worden? Diaby. Het spel wordt goed breed gehouden. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Slechte inworp, zeg. Recht naar de tegenstander. De verdediger geeft geen millimeter toe. Zo, die heeft haast. Wat een snelle ingooi was dat. Speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Heeft de bal terug veroverd. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Hij doet het. Doelpunt via de paal. We zien het hier vanuit een andere hoek. Want het leek alsof die bal naast zou gaan. Ja, het leek een beetje een zwarte bal even. Ik vraag me af of het de bedoeling was om het zo te raken. Remy Cabella. Diarra, Henry Bedimo, Diarra, gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Diarra, de doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Loopt zich vast. Bam. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Oh, dit kan een kans worden. Gaat op het doel af. Een enorme afzwaaier. Wegkans. Henry Bedimo. Diaby. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten?
Knap ingegrepen, inworp. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Mogelijk een goede kans hier. Remy Cabella. Ja, ja, de keeper strekt zich helemaal uit en plukt daar de bal weg. Müller. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Müller. De bal gaat achter. De keeper mag een doeltrap nemen. Doria. Diarra. Gomis. Die paas gaat richting de vleugel. Ja, lekker zo'n tackle op de flank en dan weer balbezit. Mooie voorzet. Diaby, bal achter via de lat. Hummels. Lewandowski. Goeie ingreep. Maar is de bal alweer kwijt? Wie pikt hem op? 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? En we krijgen een hoekschop voor Olympique Marseille. Hij kan niet verder. Een gedwongen wissel voor de trainer. Met die blessure maakt hij de wedstrijd niet echt vol. De hoekschop belandt bij de tegenpartij. We gaan rusten bij 2-0. Benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Wat vond je van Alonso in de eerste helft? Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, het is toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo. Olympique Marseille trapt af voor de tweede helft. Die er soms heel anders kan uitzien dan de eerste. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Wie weet levert dit een kans op. Strakke voorzet. In de handen van de keeper.
Het is Robben. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Diaby. Gomis. Lewandowski. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Verdedigd door een sliding. Diarra. Henry Bedimo. Remy Cabella. Verdediging in actie. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. Diarra. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Daar komt de aansluitingstreffer, dat kan haast niet anders. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Vidal. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Remy Cabella. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Vidal. Diaby. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Remy Cabella. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Kom eens! Wat een geweldige redding van de keeper. Hij is vastbesloten om vandaag de nul te houden. De trainer haalt Arturo Vidal eraf. Wat vond je vandaag eigenlijk van hem? Nou, ze staan voor en dat is mede aan zijn doelpunt te danken, Evert. Ouderwetse publiekswissel dus. Deze corner komt niet eens bij een medespeler terecht. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Robben aan de bal. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Loopt tegen die verdediger op. Alaba. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Wie pakt die bal op? Hij komt nu op een afstand. Dat... Moet je dat zien? Lewandowski! Bayern München krijgt een hoekschop.
In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen. Want er moest echt iets veranderen. Hummels. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Hij schiet. En de keeper heeft hem zonder problemen. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Het bord gaat omhoog voor de wissel van Bayern München. Diarra. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En de achterhoede maakt een einde aan die aanval. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. Het Bayern-vak is alvast een feestje aan het bouwen, Jury. Moet je die supporters eens horen brullen? Ja, ongelooflijk. Het is juist alsof de winst al vaststaat. Maar ja, ze moeten nog wel even spelen. Maar ik denk niet dat ze deze voorsprong uit handen gaan geven. Slaat hem weg. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Müller. Hij verliest de bal. Müller. Mogelijk een goede kans hier. Müller. Een schot. Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. De achterhoede heeft veel weg van de gaten. Dit wordt spannend. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Stuit op de verdediging. De bal gaat heen en weer. Diarra. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Vrije schop. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond.
Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Bayern München wint deze wedstrijd vandaag. Deze vriendschappelijke wedstrijd had niet beter kunnen verlopen. De spelwijze pakte goed uit en de spelers deden wat ze moesten doen, winnen. Optimaal resultaat dus voor de trainers. Laten we Arturo Vidalis nemen. Heeft hij een beetje kunnen informeren? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.